Dit is het weerbericht van Weerplaza. De bewolking trok vanochtend boven Nederland weg, waarna het eventjes opklaarde. Maar als we op de satelliet kijken, zien we ten zuidwesten van ons land een nieuw wolkenpakket aankomen. Dit wolkenpakket hoort bij een storing die vanavond en vannacht gaat overtrekken. De regen van vanochtend zien we nu wegtrekken boven Nederland, daarna de opklaringen en in de avond en nacht nieuwe neerslag. Niet alleen bij ons is het wisselvallig, maar op veel plaatsen in het westen en ook in het zuiden van Europa. In de loop van morgen weer een regenzone. Die storing trekt over ons land en over onze buurlanden, maar ook in de Alpen komt een nieuwe storing aan. Vrijdag weer heel veel sneeuw aan de zuidflank van de Alpen. Zaterdag arriveert een stormdepressie bij de Britse eilanden. En wij krijgen daar minimaal weer de regen van mee. Maar zover is het nog niet. Eerst de avond. Vanavond gaat het van het zuidwesten uit flink regenen. Temperaturen liggen dan zo rond de 7 graden. En de wind speelt een belangrijke rol, vooral in het kustgebied. Noordwestelijk kustgebied maakt kans op een stormachtige wind-windkracht 8 en kans op zware windstoten. In de nacht neemt de wind langzaam iets af, de regen trekt weg en van het westen uit klaart het af en toe wat op. Temperaturen liggen rond de 5 graden als minimum. Dan gaan we naar morgen en morgen schijnt de zon in eerste instantie, maar in de loop van de dag raakt het bewolkt en in de loop van de middag, tweede helft van de middag en in de avond gaat het van het zuidwesten uit opnieuw regenen. De wind blijft flink doorwaaien en het wordt 8 of 9 graden. De dagen die volgen laten ook een wisselend weerbeeld zien met vrijdag in het algemeen veel bewolking. In de loop van het weekend misschien iets meer zonneschijn. Dubbele cijfers wat temperatuur betreft op de vrijdag. De dagen daarna zijn iets minder zacht, maar nog altijd aan de zachte kant. Op alle dagen valt er wat regen. Meeste neerslag voor de vrijdag. De lange termijn laat zien dat we na het weekend even iets lagere temperaturen hebben, maar ze blijven rond de normaal voor de tijd van het jaar en daarna lijkt er eerder een stijgende trend te zijn dan dat de temperatuur gaat dalen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl